Goedenavond dames en heren, welkom bij Tech Talk Late Night. We gaan het vanavond hebben over technologietrends in het onderwijs. Straks in de grote zaal hebben we 11 gasten waarmee we gaan praten. Maar hier in de kleine zaal van het Paard van Troje hebben we de Maker Movement. En we staan hier met Wietse van Kennisnet. Hey Wietse, Maker Movement, wat is dat? Maker Movement is eigenlijk met hele simpele elektronica fysieke dingen programmeren. Robotjes of met 3D-prints aan de slag gaan of met sensoren meten hoe je omgeving in elkaar kijkt. Hele simpele elektronica waardoor je op een meer fundamentelere manier weet hoe technologie werkt en hoe de wereld daar ook werkt. Het is leuk en leerzaam. Absoluut. Wat hebben we hier staan? Ik zie een paar kleine robotjes die schaatsen hier heen en weer door een bak. Ja, dit zijn spoutrobotjes. Dat zijn met hele simpele elektronica gemaakte robotjes. En die met paperclip, als ze dan tegen de zijkant van de muur aanlopen, dan gaan ze de andere kant op. Beetje zoals insecten ook in het echt werken. Dat kan iedereen zelf doen, hè? Dit. Ja, dit kan je zelf maken. Iedereen. Hier achter ons zie ik een grote vlieger hangen. Ja, dit is een project van de HAN. Waarbij ze met vliegers, met camera's erop en met sensoren, met een Lego Mindstorms, een omgeving in kaart gebracht. Foto's hebben gemaakt, daardoor voor aardrijkskunde hebben ingezet eigenlijk. Ja. Hey, dankjewel Wietse, ik loop nog even door naar de 3D-printer. We zien je straks weer terug. Bedankt. Kijk, want 3D-printen, dames en heren, ja, printen dus niet op een papiertje, maar gewoon met objecten, dat kan dus ook. Mensen zijn niet druk in gesprek over 3D-printen, maar jullie zijn van een bedrijfje. Dan kun je dus in AutoCAD iets ontwerpen en dan jullie toemailen en dan wordt het gemaakt. Ja, onder andere, wij zijn Kirsten 3D en naast dat wij printen, ontwerpen wij ook. En wij voeren ontwerpen uit en wij voeren prints uit en daarnaast hebben we ook een grote expertise, dus wij staan het bedrijf ook bij in het printen eigenlijk. Ik ruik een verschrikkelijke plastic geur. Komt dat vandaan? Dat komt inderdaad van de machine af en misschien heeft het mij ook te pak gekregen. Wij printen nou een ABS en dat heeft inderdaad een hele erge plastic geur. Want ben je hier in de kop, ben je plastic aan het smelten en dan ben je dat laagje voor laagje ben je dat erop aan het leggen. En bij het smelten van het materiaal komt er inderdaad een plastic geur vrij. In onze zaak hebben we deze dan ook in dozen staan, alleen we wouden het hier iets toegankelijker maken. Je kan in principe alle objecten maken? Nee, er zijn wel degelijk beperkingen en wij zijn heel hoopvol en wij zien de toekomst heel erg mooi, maar tegelijkertijd zijn we wel over deze vorm van printen zijn we realistisch en juist die gedachte van alles kan, daar zijn wij voor om uit te leggen wat kan en hoe het kan, want dat is op dit moment misschien wel het belangrijkste bij het 3D-printen. Verwachtingsmanagement. Ik loop even door, dankjewel. Nou, we doen er nog eentje hier. Ik zie hier allemaal rijen met laptops staan. En er ligt een banaan voor met een draadje erin. Dus even kijken wat het is. Sorry dat ik even stoor bij jullie. Wat hebben we hier? Ik zie aardappels en bananen. Aardappels en bananen, ja. Dit is mijn Shrimpy. Shrimpy is een zelfgemaakte variant van de Makey Makey. Die staat achter hier. Oh, kijk, hier hebben we een hele rij bananen liggen, ja. Zie ik. En met de Makey Makey kun je van alledaagse glijdende voorwerpen een toetsenbord maken. Nou, in dit geval heb ik er piano van gemaakt. Nou, dus dit is de echte. En omdat deze ongeveer 50 euro kost, en dat vind ik nogal duur, heb ik mijn eigen variant gemaakt. En die kan ik voor ongeveer 10 euro maken. Dus vandaar dat ik die ook laat zien. En verder heb ik hier een aantal laptops met Scratch erop. En Scratch is een grafische programmeertaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Die is gratis. Waar dus jonge kinderen in het Nederlands al kunnen leren programmeren. Dankjewel. Nou, de piano zien we straks aan het einde nog terug. Make a movement. Iedereen kan het. En voor weinig. Hartstikke leuk. De hele avond is de kleine zaal nog open. Mensen kunnen heen en weer lopen tussen de grote en de kleine zaal. Dus zit u thuis, heeft u niks te doen, kunt u altijd alsnog langskomen. Hier in de Paard van Troje in Den Haag. Maar de talkshow moet beginnen. Dus ik zou zeggen, power to the people. Start de muziek. Power to the people, dankjewel. Het is leuk hè, hiernaast. Allemaal spulletjes, kan allemaal doen. Je kunt een beetje heen en weer lopen. Hè. Als u denkt, van, nou genoeg gepraat gehoord, kunt u wat met de vingers doen. Als u denkt, ik heb genoeg gezien, komt u weer hier naartoe. Lekker kletsen, want dat is Tech Talk Late Night. High-tech met de nodige dosis rock'n'roll op de eerste dinsdag van de maand. Hier in het Paard van Troje. Iedere maand hebben we een ander thema en ook een andere partner. Maar nu hebben we een partner die voor de tweede keer hier terugkomt. In juni waren ze hier al met data-gedreven onderwijs. Heel interessant. En nu
gaan ze een technologietrendsrapport presenteren. Komt er binnenkort aan, maar dan gaan we natuurlijk niet zomaar een rapport ergens naar beneden droppen en leest u maar. Nee, er moet eerst over gediscussieerd worden. We hebben filmpjes gemaakt, korte boodschappen over wat die trends nou precies inhouden. We hebben mensen die onderzoek hebben gedaan, allerlei trends in de technologie, trends in het onderwijs. We hebben zelfs nog een performance van embodied learning. Natuurlijk mensen uit het onderwijs die software aanbieden. Van alles en nog wat. We krijgen leraren op het podium, ook leerlingen die allemaal vertellen over technologie in het onderwijs. Maar we beginnen natuurlijk met de mensen van KennisNet zelf. Want wat houden die in, al die technologietrends? Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. En hoe doen ze dat? Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Madelief Keijzer en Michael van Wetering. Lieve mensen, welkom voor de tweede keer alweer. En normaal zitten de partners altijd aan het einde en vertellen waarom we die avond doen. Toen kwamen ze met een rapport, toen zei ik, nou, dan komen we nu dan aan het begin even uitleggen wat het nou precies is, die technologietrends. Maar voordat we over die trends gaan praten, hoe komt zoiets tot stand? We kunnen niet in de toekomst kijken, maar je kunt wel onderzoek doen natuurlijk, verkenningen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, je doet dat niet op een moment. Wij zijn bij ons team innovatie bij KennisNet gewoon heel erg geïnteresseerd in informatietechnologie en allerlei vernieuwingen. Dus dat volgen we allemaal. En dan kijken we met elkaar van ja, wat gaat er nou echt impact hebben in de komende tijd? En dan kijken we ook naar wat er in het onderwijs speelt. En hoe technologie zou kunnen helpen om daar belangrijke dingen op te lossen of juist dingen nog leuker te maken. Ja. En die combinatie zoeken we. Oké, dus er zijn ook gewoon trends in onderwijs zelf die los van technologie staan, maar waar technologie dan een oplossing zou kunnen zijn. Ja. Kun je er voorbeelden van geven? Nou ja, het grootste voorbeeld is eigenlijk wat dan de verzamelnaam gepersonaliseerd leren. Dus meer rekening houden met de verschillen tussen kinderen in het onderwijs. Verschillende talenten, verschillende dingen hulp nodig. En daar kan je met ICT best een hoop aan doen. Door te kunnen differentiëren, zoals het dan in jargon heet. Ja. Dus verschillende kinderen verschillende dingen kunnen aanbieden. Oké, maar dat klinkt heel mooi. Wat minder prettig in het onderwijs, er moet steeds meer voor steeds minder geld. Kan technologie daar helpen? Wordt het alleen maar duurder? Nee, dat is ook wel degelijk een thema wat breder speelt en waar ICT ook zeker een oplossing voor kan bieden. Dus we kijken naar hoe kan je het proces goedkoper maken met ICT, maar ook hoe kan je misschien op ICT zelfs ook bezuinigen. Dus soms hoeft het ook gewoon niet. Hè? Dat zou je misschien wel eens vergeten, het is prachtig spul, maar soms is een face-to-face gesprek gewoon beter natuurlijk. Ja. Iets over de methodologie, want kijk, we hebben het over de komende 5 jaar. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar een van de methodes is van de hype cycle. Die kent u misschien wel, zo'n beweging. Veel technologieën doorlopen die ontwikkeling. Wat houdt dat precies in, die hype cycle? Nou ja, je ziet elke technologie eenzelfde ontwikkeling doormaken. Dus een soort van trigger, van hey, het is er, wat kan het eigenlijk? En dan stijgen de verwachtingen steeds meer over wat het zou kunnen betekenen. Eigenlijk tot onhaalbare hoogte. En dan dondert het in elkaar. Ja. Je kunt het daar zien. Het dal der desillusie is inmiddels de term. En daarna krabbelt het weer overeind en weten we wat het ongeveer te bieden heeft. Ja. En wat wij doen is aangeven, nou, die trends die we zien en die we relevant vinden, die zijn ongeveer hier op die hype cycle. Dus als je aan de slag gaat met iets wat aan de voet van de berg staat, en wat nog helemaal moet worden uitgevonden, dan neem je een vrij groot risico. Dat is prima, maar dan weet je dat als je daarmee aan de slag gaat. Ja, dan loop je eigenlijk te ver voor, maar wie weet. Nou ja, als je je daar maar van bewust bent. Ja. Dus wij willen eigenlijk gewoon zorgen dat scholen wel overwogen keuzes maken. Het zijn hun eigen keuzes. Ja, er zijn natuurlijk nogal veel verschillen tussen scholen wat dat betreft. Ook wel lastig om dat erin mee te nemen natuurlijk. Maar jullie hebben 4 trends gedefinieerd die je eigenlijk overal ziet terugkomen op verschillende manieren. Nou, daar hebben we straks korte videoboodschappen van, hè, zo doen we dat dan. Even kort samen te vatten, maar we kunnen even kort zeggen, de 4 trends, wat zijn ze? Om te beginnen hebben we geconstateerd, als je kijkt naar de hype cycle, dat er een aantal trends zijn die, of dat noemen wij eigenlijk al niet trends, maar trends, maar voorwaarden om überhaupt te kunnen innoveren met ICT. En dat noemen wij het ICT-fundament. En dat is eigenlijk werken in de cloud met een device en een goede verbinding. Ja. Dat wij merken dat dat eigenlijk een voorwaarde is om überhaupt te kunnen gaan innoveren met ICT in het onderwijs. Okay. Dat is de eerste. Dus niet meer allemaal alleen een schriftje, maar gewoon met een tablet en dan kun je overal inloggen, overal bij. Maar dan gaan die kinderen toch alleen maar zitten Facebooken, of niet? Nee. Dat denken we niet. Nee, dat denk ik niet. Te bezien. Dat hangt er vanaf wat je ze te doen geeft, denk ik. Ja, om zoiets goeds te doen geven. Ja, nou ja, gaan we om en om?
Ja, dat is goed. Oh, prima. De tweede die we zien is datagedreven onderwijs. Je vertelde bij de opening al dat we daar de vorige keer een hele avond aan gewijd hebben. En eigenlijk zie je daar twee belangrijke dingen. Je doet iets met gegevens uit het leerproces. Dat doe je met adaptief leermateriaal. Nou, daarvoor heb je dus dat device nodig om je eigen leermateriaal te kunnen gebruiken en in je eigen tempo te kunnen werken, in je eigen volgorde. En een ander ding wat we expliciet beetpakken is wat we noemen de persoonlijke leeromgeving. En dat is dan eigenlijk de omgeving waarin allerlei vakken zitten en allerlei dingen die je nog moet doen. En wat dan daar weer in jouw persoonlijke voorkeur wordt aangeboden. Die personalisering. Ja, precies. Ja. En daarnaast zullen leerlingen altijd klooien met wat je ze ook geeft. Dus ja, tablets zijn of agenda's. Dat heb je naast wel gezien. Je geeft precies. Plastic, ga helemaal los. Want dat is de volgende trend. Nummer drie, en dat doe jij nog. Oh, leuk. Ja, heb je niet zo ingestudeerd. Dat is de do-it-yourself en de Baker Movement. Ja. Nou, daarvan zien we alles, mogelijkheden daarvan zien we hiernaast. Ja. En daarover leggen we ook uit wat dat betekent en wat je daarmee zou kunnen. Maar wat is Maker Movement dan meer dan alleen leuk knutselen? Zo kan je het ook noemen natuurlijk. Nou, Maker Movement gaat ook om het principe dat mensen juist heel veel hun experimenten met elkaar delen. En dat je daarop voort kan borduren. En dat je een soort open, dat heel open is. En dat je van elkaars dingen die je ontdekt hebt, dat je daar van elkaar kan leren. En dat ook weer her kan gebruiken. Oké, zo'n soort democratisering van het productieproces. Precies. Om het even zo duur socialistisch te zeggen. Ja, dat zeg je heel goed. Oké. Ja. Nou, nummer vier. Ja. Als vierde, en het verst weg nog, hebben we slimme sensoren geduid. En die valt uiteen ook in twee stukjes, wat we noemen smart building. En dus je kan in gebouwen kan je met sensoren eigenlijk hele goedkope, hele kleine computertjes die je niet meer kan waarnemen eigenlijk. Die ook in onze smartphones zitten en in die blokken die je hierachter ziet liggen. Ja. Die nemen de omgeving waar. Die kunnen die gegevens delen op het internet en die kunnen daar acties op gaan ondernemen. En in een gebouw kun je de temperatuur en de luchtkwaliteit en dat soort dingen kun je regelen. Maar ook op je persoon. Hè. We hadden vorige Tech Talk over data gedreven, hadden we hier Joost Platel, die helemaal in de quantified self-beweging zit. Quantified self, alles meten van jezelf. Polsbandjes en daarmee je bewegen, slaap. Hartslag, dat soort dingen meten en daarmee eigenlijk weten hoe het met je gaat. Op een andere manier dan gewoon, voel ik me lekker, ja of nee? Ja, want met sensor gaan we meer echt in het internet leven, in plaats van dat je het internet opgaat en zo. Ja. Maar dat klinkt wel weer wat verder weg. Als je deze vier trends zo in de tijd schetst, gaat dat tegelijk of zitten ze ergens anders op die hype cycle? Zoals we ze nu keurig in volgorde hebben gedaan, zo concreet zijn ze ook. Hè. Het fundament staat heel dichtbij, dat is al op dat plateau van productiviteit aangeland. Er gaan ook nog allerlei dingen mis, maar daar weten we al heel veel van. En dat datagedreven, dat zien we wat al dichterbij komen. En do-it-yourself en slimme sensoren liggen ietsje verder weg. Hm. Hoewel we met name bij dat do-it-yourself al heel veel leuke dingen in het onderwijs zien gebeuren. En die kun je in de kleine zalen ook zien. Ja, soms beginnen grote veranderingen bij kleine, eenvoudige dingetjes. Zeker, die dan. Ja. Hey, wie had ooit bedacht dat internet zo'n hit zou worden? Dat dacht in het begin ook niet natuurlijk. Ja. Maar technologie verandert, samenleving verandert snel. Zijn er ook dingen in het onderwijs die eigenlijk gewoon altijd wel hetzelfde blijven? Ik bedoel, waarom gaan we eigenlijk nog naar onderwijs als alles op internet staat? Even iets stoms vragen. Ja, nou, wij kijken ook naar de kerntaken van het onderwijs. Die zijn gedefinieerd door de onderwijsraad. En dus je zal altijd kennis moeten overdragen. Je moet leerlingen socialiseren, laten goed kunnen omgaan in de maatschappij. En je moet ze voorbereiden op de beroepsbevolking, als beroepsbevolking, waar ze later terecht gaan komen. En wij kijken ook naar alle ontwikkelingen die er, technologische ontwikkelingen er zijn, en wat voor impact die hebben op die kerntaken van het onderwijs. En daar zie je dat met name bij kennis er nu wel een heel grote uitdaging is, dat we door het internet ontzettend veel kennis overal en nergens vandaan kunnen halen. Ja. En dat is natuurlijk een uitdaging. En dat daagt je uit om na te denken over je rol als onderwijs. Ja, informatie is nog geen kennis natuurlijk. Nee, zeker niet. Nou ja, wat je wel heel mooi las ik dat laatst ergens. Dat als informatietechnologie zo raakt hoe je met informatie omgaat. En het raakt ook hoe je communiceert. En de meeste definities van leren zeggen, nou, leren is betekenis geven aan informatie. Is met elkaar communiceren. Dus als dat zo verandert rond informatie en communiceren, ja, dan kan het niet anders dan dat onderwijs daar gewoon flink mee te maken gaat krijgen. Ja. En ook zou moeten, omdat dat ook de maatschappij is waar leerlingen in terechtkomen en in moeten functioneren. Ja. Okay. Tot slot, vandaag lanceren we dus die trends. Daar gaan we het over hebben. Dat wordt natuurlijk ook weer allemaal meegenomen. Wanneer komt het rapport eraan? En als mensen zich er nog tegenaan willen bemoeien, hoe kan dat?
13 december kun je het downloaden, digitaal. Dan vinden we het heel erg fijn als mensen het gewoon kritisch lezen. En zeggen van, nou ja, weet je, die adviezen die je geeft, daar heb ik nog wel een vraag over of een suggestie. Of goede voorbeelden die in het onderwijs al zichtbaar zijn van technologieën om anderen mee te helpen, dan voegen we die graag toe. We willen eigenlijk met name het gesprek op gang brengen over wat je dan met die technologie aan zou moeten in het onderwijs. Want ja. We kunnen wel zeggen, het gaat allemaal heel hard en hoe hou je dat bij? Maar met elkaar hebben over hoe je daarmee om zou kunnen gaan en wat je dan wanneer zou moeten toepassen, dat is eigenlijk het interessante gesprek. Ja. En dat is belangrijk, dames en heren. Het gaat om onze kinderen, de volgende generatie. Ja. Goed, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. In ieder geval hartelijk dank voor deze korte inleiding. We hebben straks nog video's, we hebben performances, we hebben heel veel gesprekken. Ik hoop dat er een goede kick-off is van de technologietrends. Dus hartelijk dank, Michael van Wetering en Madelief Keijzer. Dank je wel. Niet iedereen leest teksten, die kijkt liever naar een videootje. Dus we hebben voor de vier technologietrends hebben steeds een kort filmpje tussen de thema's door. Die komen ook online te staan en dan kunt u even kort geïntroduceerd worden in het thema. Dus we beginnen met het ICT-fundament. Datagedreven onderwijs met learning analytics, adaptief digitaal leermateriaal, persoonlijke leeromgevingen en slimme sensoren. Allerlei nieuwe ICT-toepassingen die in de komende jaren op ons af zullen komen. Maar voor deze toepassingen is wel een stabiele basis nodig. Dit noemen we het ICT-fundament. Als dit niet op orde is, kun je proberen te innoveren, maar ben je gedoemd bezig te zijn met operationele, praktische problemen. Zoals bijvoorbeeld haperende netwerkverbindingen of weigerende apparatuur. Het belangrijkste onderdeel van dit ICT-fundament is cloud computing. Daardoor kunnen nieuwe toepassingen dezelfde dag door iedereen wereldwijd uitgeprobeerd worden. Als het ICT-fundament op orde is, wordt de drempel om te innoveren binnen een school flink verlaagd. Zo, het ICT-fundament. Je zult denken, waar ken ik die kerel van? Ja, dat was Michael natuurlijk, ja. Okay. Dus we hebben steeds een kennisnetmedewerker die dan zijn boodschap inspreekt met wat beelden daarachter. Het ICT-fundament, ja, dat klinkt een beetje abstract. Zullen we even heel kort door de bocht zeggen, tablets in de cloud. He, dus je hebt een device, dit is een laptop of een iPad of een telefoon. En de diensten staan ergens op internet, dat is de cloud. Of je nou van Google is, van Apple of Microsoft of de NSA, dat maakt niet uit. Je kunt er overal bij. Dat doet nogal wat in het onderwijs. We zijn daarom blij dat we een school hebben die daar redelijk ver in voorloopt. De Droomspiegel, dat is een katholieke basisschool in Almere. En we hebben de directeur en adjunct-directeur daarvan. Dus dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Joost de Bruin en Christian van den Berg. Hallo. Hoi. Hallo. Christian van den Berg, jij bent de adjunct-directeur van die school, ja, maar je bent ook projectleider van een groot ICT-project van verschillende scholen in jullie omgeving. Ja, hè? Klopt. Onze school, de Droomspiegel, is een van de 27 scholen van onze stichting. En ja. Voor die stichting ben ik ook projectleider onderwijsinnovatie. En proberen wij met elkaar te kijken van hoe kunnen we ICT op een hoger plan trekken voor alle aangesloten scholen. Oké, meerdere scholen die samen... Joost, jij bent de baas van de school, de directeur. Nou, we zijn geen baas, hè? We zijn geen leidinggevende. Heel leidinggevende, of schoolbestuurder, hoe noemen we dat tegen? Schoolleider. Schoolleider. Baas, een hond heeft een baas. Okay. Nou, ik heb begrepen dat jullie school heeft eigenlijk voor iedereen tablets in de cloud. Verklaar, hoe werkt dat? Nou, niet voor iedereen. Dat is eigenlijk, wat de misvatting vaak in het onderwijs is, dat je ICT de scholen in jas met materiaal. Eigenlijk gaat het veel beter en belangrijk is de visie, zoals het fundament eigenlijk net is weergegeven. Dat je nadenkt over hoe kan de leerling het beste tot leren komen. En dat is niet een middel om dan ICT naar binnen te halen, maar juist te kijken hoe kan ik onderwijs anders transformeren en efficiënter maken. En dus niet de bedoeling om ieder kind bij voorbaat al een iPad te geven of een andere tablet, maar juist na te denken hoe kan het onderwijs beter. Maar even getalsmatig, hoeveel hebben er wel? We hebben bijvoorbeeld bepaalde groepen 1 of 2 met mini-iPads, maar sommige groepen hebben ook laptops. Ja. Dus dat is eigenlijk, je kijkt per kind wat werkt het beste. Ja. Daar gaat het eigenlijk om, dat je eerst nadenkt over de visie. Maar hoe voorkom je dan dat ze niet de hele tijd gaan zitten Facebook en Twitter en al dat soort dingen? Dat je gewoon goed kijkt binnen het curriculum van wat voor een aanbod ga je neerleggen. Wij kijken heel erg goed van oké, wat kan je kinderen vanuit de methode aanbieden. Het is niet zo dat wij alles maar doelloos doen. Wij kijken heel goed hoe kun je ICT betekenisvol inzetten. En wat betekent dat dan voor die leerkracht in die groep en hoe ga je dat aan leerlingen overbrengen? Ja. Oké, en een van de belangrijke keuzes die je dan maakt,
zullen we maar even heel kort en bot zeggen. Apple, Microsoft, Google of een vierde? Wat gebruiken jullie? Bij ons op school zijn we begonnen een aantal jaren geleden met Microsoft. En we zijn eigenlijk nu meer overgegaan op het gebruik van Apple. Omdat ik vind op dit moment dat toch wel de tablets zijn die het beste werken voor het onderwijs. Ja. Ook waar het meest onderwijskundige apps voor zijn. Maar wij zijn daarnaast met een platform onafhankelijk omgeving bezig. In Microsoft's omgeving Office 365. Mm-hmm. En dat maakt het mogelijk om ook op de iPad of op een ander device gewoon tot een online leeromgeving te komen. Oh, dus niet dat elkaar in de weg zit? Nee. Of zo. Want zo ja. zijn ze wel, of ja. zo waren ze vooral. Hè? Nee, ze komen elkaar toch langzamerhand gelukkig wel tegemoet. Okay. Want ze zien toch wel in dat samenwerkingen. Zo beredeneren wij het ook, hè, vanuit het kind en niet vanuit het materiaal. Dat is echt een foutieve gedachte die heel veel momenteel in de hype, zoals net al aangegeven, terugkomt. Nadenken over je eigen proces is eigenlijk het belangrijkste. En dan gebruik je alle middelen die je voorhanden hebt. En het voordeel van Microsoft is dat ze vaak dingen gratis aanbieden in de cloud bijvoorbeeld, waardoor je makkelijker die toepassing kunt Google gebruiken. Is ook gratis. Google Drive met documenten. Ja, wij vinden het als stichting toch belangrijk. Waar staat je data? Wie heeft daar toegang toe? Dus de betreffende data van onze stichting zal straks ook op een plek staan waar wij weten van oké, waar bevindt zich dat? Oké, want dat is een beetje het lastige van cloud. Hè? Het staat overal en nergens. Misschien kent u dat verhaal wel. Amazon die gaf dan allerlei servers, fijn, kon je daar opzetten. Maar dan staat het in Amerika en dan zitten er in de 7 meter. Ja, nee. Dus die data voor jullie is wel cloud, maar het staat fysiek? Het is een combinatie. Een deel van data staat in een private cloud omgeving. Mm-hmm. En een deel zou gewoon in de online variant staan van Office 365. Dus een soort combinatie. Ja. Dus een server bij Microsoft en een server gewoon bij de lokale ICT-beheerder, om het zo te zeggen. Ja, want over die ICT-beheerder, kijk, we zijn over een beetje dezelfde leeftijd. Hè? We zijn een beetje opgevoed met je begon met zo'n galop DOS-bak, weet je, of weet ik het wat allemaal. Ja, toen kregen we Windows. Nou, echt traumatisch natuurlijk, dat alle dingen vastlopen, het is allemaal niet compatible. Nou, toen kwam Apple, dat ging allemaal een stuk sneller, maar een stuk duurder. En als je wat inzet, kan er nooit meer wat uit. Ja. Toen ineens kwam uit de hemel nedergedaald Google. Nou, die drie praten niet met elkaar, maar dat is waar de ICT-beheerder vroeger mee te maken had. Hè. Die moest dan steeds updates, de nieuwe programma's installeren. Dat hoeft allemaal niet meer. Wat doet die ICT-coördinator nu nog? Deelt je alleen maar wachtwoorden uit? Nou, beheer is op zich nog steeds nodig. Alleen de rol van het beheer gaat veranderen. Je ziet toch dat de ICT-beheerder bij ons op school, en dat is een bovenschoolse organisatie die dat voor al onze scholen doet, die gaat nu de verschuiving maken naar cloudbeheer en het beheer van tablets. Dus je ziet eigenlijk de rol van het beheer verschuiven naar vanaf de fysieke machine meer richting het beheren van tablets. Ja. Kan diezelfde man of vrouw dat nog steeds of moet je gewoon nieuwe mensen daarvoor hebben? Met name is het belangrijk dat ze zich bijscholen. Dat ze meegaan in de vraagarticulatie van de school en daar hun dienstverlening op afstemmen. Ja. En dat merk je dus wel, dat het ook bij de pabo's moet landen, dat er toch meer kennis, ook op het gebied van omgaan met ICT. De pabo's die zijn niet zo tech-minded, heb ik begrepen. Die zijn toch te veel nog met het krijt in de hand bezig om te zeggen, het bordschrift leren. Niet allemaal hoor. Maar. Terwijl je toch langzamerhand wel verschuivingen ziet ontstaan, maar ik denk dat er wel een enorme kans ligt bij hogescholen, bij pabo's, om gewoon aan die handelingsverlegenheid van het onderwijs te voldoen. Dat je echt leerkrachten echt meeneemt in die vernieuwing en ook middels co-makers tussen de basisschool en de pabo ervoor zorgt dat je die kennis naar elkaar toe brengt. Ja. Maar je hebt natuurlijk die kinderen, zal het zo'n worst wezen, die hebben gewoon een tablet van thuis. Die komen op school, hè, en hip heet dat, bring your own device. Hoe zijn we daar tegenover? Moeten die spullen echt van school zijn en door school beheerd worden? Of kan een leerling ook gewoon met zijn eigen spul komen? Of die zegt van, nou, ik doe alles op Linux, doe. Nee, in principe, tot nu toe hebben wij ervoor gekozen, en ook om ieder kind het recht op dezelfde middelen te geven, dat we zeggen, we faciliteren vanuit school dit verhaal. Wat we wel hebben, het idee is, je hebt een draadloos netwerk. Je hebt straks één uniform platform in Office 365 waar een kind zich in aanmeldt. Dat je één centrale omgeving hebt. En dan maakt het niet uit of je apparaat A of apparaat B hebt. Je kan toch op die omgeving komen. Dus randvoorwaardelijk is wel dat je ecosysteem wat je binnen je school gebruikt, dat uniform is en dat het ook gewoon werkt. Ja. En dan maakt het op den duur niet uit of je het een of het andere apparaat gaat gebruiken. Het gebeurt op dit moment al kleinschalig. Maar dan heb je Windows weer. Vroeger was het altijd zo. En als je er eenmaal in zat, kwam je er ook nooit meer uit. Je moet een nieuwe versie. En als je dan zegt omgeving of ecologie, klinkt allemaal heel mooi. Maar je hebt al je data wel
in een systeem staan. Stel, je vindt er niks meer aan. Kun je dan de handel oppakken en een nieuw systeem nemen? Ja, we hebben gelukkig gekozen voor het beheer door een professionele organisatie. Die doet dat ook op stichtingsniveau. Uh-huh. Want de school alleen kun je dat ook niet bekostigen. En ook mijn stichting heeft gezegd, onze stichting, van goh, wij vinden het belangrijk om voor alle scholen te zorgen dat je een platform hebt waarmee je in opmaat door kan groeien naar een omgeving waar kinderen op een nieuwe manier kunnen leren. Maar kost het niet verschrikkelijk veel geld? Het kost wel wat geld, maar omdat we dat samen doen met een onderwijsbureau, onderwijsbureau Meppel, mijn stichting, willen we zorgen dat andere besturen daarop aansluiten, zodat je de kosten laag kan houden. Dus niet dat je zegt, ieder bestuur gaat het voor zich doen. We zijn ook echt aan het zoeken naar die verbinding tussen andere partijen. En nog gezamenlijk inkopen, dat je een beetje vuist kan maken. Ja. Ook, maar ook verandering van het hele onderwijssysteem. Dus niet alleen maar boeken en computers, maar een wisseling van het materiaal. Ja. Dus eigenlijk eerst aan de voorkant weer nadenken, wat is het beste device voor de leerling? En soms, ik hoor de beroemde mede-Marie zei bijvoorbeeld, een boek is ook een device. Dus zo kun je ook bekijken. Dus het gaat er met name om, wat is het beste voor het kind op dat moment. Hebben jullie nog wel boeken of helemaal niet meer? Ja, hebben we nog wel. Toevallig net een hele nieuwe bibliotheek uitgerold op school. Ja. Want we zijn een vrij nieuwe school. Belangrijk. Dus een boek zal altijd ook bestaan blijven. De geur van een boek, dat heeft ook iets. Maar een tablet hoort er ook bij. En een iBooks ook. Dus, Nou, vind ik ook. Goed, nou, ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat met jullie school. Jullie lopen voor, dus zullen nu scholen thuis denken van, we moeten nog van alles doen. Er zullen ook scholen zijn die denken van, we zijn veel verder. Nou, reageer allemaal op de trend, want we zijn benieuwd welke kant het op gaat. In ieder geval een hartelijk applaus. John de Bruin. Joost de Bruin. Oh, Joost Bruin, sorry. Dank je wel. Dank je wel. Dat was trend nummer 1. En nu gaan we naar trend nummer 2. Het lijkt een beetje op de vorige aflevering van Tech Talk, waar we het over datagedreven onderwijs hadden. Maar nu gaan we het wat breder trekken en dat wordt nu in de volgende 40 seconden even samengevat. De digitale wereld versmelt steeds meer met de fysieke wereld om ons heen. En met die ontwikkeling neemt de hoeveelheid data die we als samenleving genereren drastisch toe. Dit jaar stroomt er 600 miljard gigabyte aan data door het internet. Ook in het onderwijs wordt er steeds meer digitaal gewerkt. De data die hierdoor gegenereerd wordt, kan waardevolle informatie bevatten waarmee we het onderwijs persoonlijker, effectiever en inzichtelijker kunnen maken. De technologie van datagedreven onderwijs heeft drie componenten die nauw met elkaar samenhangen. Learning Analytics, adaptief digitaal leermateriaal en de persoonlijke leeromgeving. Daarbij is Learning Analytics de motor. En de twee andere technologieën maken op verschillende manieren gebruik van die motor. Door slim gebruik te maken van grote hoeveelheden data, wordt het veel gemakkelijker om patronen te herkennen en problemen te identificeren. De plek die data en de analyses hiervan in ons onderwijs gaan innemen, staat zeker nog niet vast. Er is ontzettend veel mogelijk, maar er zijn ook grote uitdagingen. Goed. Datagedreven, learning analytics, moeilijke woorden. En daarom hebben we twee experts hier die daar van alles over weten. Dames en heren, hartelijk applaus voor Koen Strauss en Han van der Maas. Welkom heren, welkom. Koen, jij bent van Dedact. Jullie hebben educatieve software waar van alles geanalyseerd wordt. Han van der Maas, je bent ook wetenschappelijk directeur, ook bij een aanbieder van educatieve software, maar je bent ook hoogleraar psychologie. Ja. En daar heb je een team dat dus, kom even een beetje bij me staan, waar je allerlei analyses doet over hoe kinderen leren en dan weer terugvoedt naar je programma. Korte definitie, learning analytics. Wat is dat? Learning analytics is, het basisidee is dat je het leergedrag van kinderen via de computer laat verlopen. Daardoor krijg je de data binnen. En die data kan je gebruiken om te analyseren hoe kinderen leren. Dat kunnen we zowel inzetten in het onderwijs, wat is eigenlijk de eerste doelstelling van Learning Analytics. In mijn persoonlijk geval zetten wij het ook in het onderzoek. Dus wij gebruiken ook al die data om onderzoek te doen naar ontwikkeling van kinderen. Ja, oké. Okay. Om het een beetje concreet te maken, heb ik de heren beide gevraagd, stuur wat screenshots van hoe dat er nou uitziet. Rekentuin, hè? Dat is waar jij ook voor werkt, of meewerkt? Ja. Wat van jou is, dat kan je misschien ook wel zo zeggen. Dat ziet er dan zo uit. Dus een tuin, daar kunnen kinderen klikken en rekenen. Hoe werkt zoiets? Nou, Rekentuin is een website voor kinderen. Ze komen zo binnen op een tuin, daar hebben ze plantjes. Elk plantje is een spel. En achter elk spel zit een databank van items, noemen we dat. Dus een heleboel opgaves. En die worden adaptief aangeboden. Dat wil zeggen, er zitten hele makkelijke opgaven in. Bijvoorbeeld optellen 1 plus 1, tot en met heel moeilijk.
En iedereen kan het spelen. Jonge kinderen kunnen spelen, maar iedereen in de zaal kan het ook spelen. Want het past zich voortdurend aan het niveau van de speler. Ja. En daardoor kan iedereen eigenlijk oefenen op zijn niveau. En dat is een cruciaal idee achter adaptief leren. Okay. En daarmee verzamelen we ook al die data. En dat systeem organiseert zich vanzelf. Dus ook al die opgaven, hoe moeilijk ze zijn, worden weer bepaald door het gedrag van de kinderen. Oké. Okay. En volgende scherm, dan zien we dit is wat de leerkracht dan te zien krijgt. Dus ja. Allerlei scorers, grafiekjes en ja. Zo, wie wat doet. Ja, er zijn dus drie gebruikers. De kinderen kunnen dus op deze manier goed oefenen. Leerkrachten krijgen allerlei informatie. Ze zien per kind wat de zwakke en sterke punten zijn van het kind. Ze kunnen ook per domein zien dat bijvoorbeeld de hele klas niet zo goed kan klokkijken. Dat is allemaal relatief ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ze kunnen ook inzoomen en dan kunnen ze kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Dus hoe die ontwikkeling plaatsvindt, hoeveel ze spelen. En ze kunnen zelfs inzoomen op somniveau. En op somniveau kunnen ze echt zien van wat zijn de specifieke zwakke sommen van kinderen, wat zijn de sterke sommen. En op basis daarvan eigenlijk besluiten of het tijd is om bepaalde specifieke instructies te geven. Oké, okay, nog een plaatje daarvan. De statistiekfabriek. Dat maakt het allemaal wel heel gezellig. Geen rauwe getallen, maar dat soort dingen. Ja. Hey, Koen, bij DEDACT hebben jullie ook zoiets. Jij bent van basisonderwijs en jij van voortgezet onderwijs. Ja, dit is voortgezet onderwijs. Dit is hoger onderwijs zelfs, maar goed. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed. Ja. LearnBeat, dat is in ieder geval het platform waar die dingen op draaien. Daar hebben we ook een paar plaatjes van meegenomen. Ja, nou, dit is dit zie je dan als je begint. Aan de slag. Aan de slag. En het vervangt eigenlijk alles wat er nu in boeken staat. Dat zijn zowel de theorie als ook de opdrachten, de toetsen, de oefening, de woordenschat. Alles zit allemaal in het systeem. En de docent kan het volledig inzetten ter vervanging eigenlijk van boeken. Ja. En heeft daarmee volledig inzicht in wat de leerlingen doen. Hij kan op basis daarvan ook interveneren bij verschillende leerlingen. En het systeem geeft vervolgens aan de leerlingen eigenlijk adaptief extra oefening op die hiaten waar ze niet goed in zijn. Ja. En waar ze goed in zijn, extra uitdaging. Ja. Tekstplaatjes verder nog? Ja, dus als je het hebt gepersonaliseerd leren, hier zie je de voortgang. Hij docent kan altijd zien, dat is echt inzicht. De kleurenbolletjes. Ja, wat doen de leerlingen? En dan kan hij dus per leerling kijken van wat heeft hij gedaan, hoe goed heeft hij gescoord, maar ook per opgave. Ja. En op basis daarvan heel snel dus eigenlijk ingrijpen of extra uitleg geven of dingen doen. Oké, okay. Die namen die erbij staan, die zijn fictief. Hè? Fictief, anders heb je een privacyprobleem. We hebben geen schoolklas. Oké, okay, tot slot deze. Ja, dus een score minuten opgave, dit is wat je zelf te zien krijgt, neem ik aan. Dit is de leerling, dus die is weggevallen beneden. Hij staat van wat ging er eigenlijk goed. In deze lesweek, deze onderwerpen heb je onder de knie, de persoonsvorm, het leidend voorwerp, dat begreep je. Maar zinsdelen kan je nog niet, bijvoorbeeld. Dus dan drukt hij ziet hoe lang die wat zijn score is gemiddeld, hoe lang die heeft geoefend. En rechtsboven klikt hij en dan krijgt hij dus adaptief op zijn eigen niveau. Extra oefening, extra uitleg. Oké. Okay. Voor welke vakken kun je dat spul voor jullie gebruiken? We hebben een aantal vakken. Nederlands, biologie, geschiedenis, economie, studiebegeleiding. Okay. En we bieden het ook aan andere uitgevers. En dan zeggen we ook echt van, nou, we stoppen het erin. En dan kunnen we het in één keer helemaal digitaal maken in dat leersysteem. Oké. Okay. Hoeveel gebruikers heb je ongeveer? Ongeveer 10.000. Ongeveer 10.000. En hoeveel hebben jullie? Ongeveer 1.000 scholen. Wij hebben ongeveer 1 miljoen sommen per dag. Worden er gemaakt voor. Ja. 1 miljoen sommen per dag? Ja. Dat is nogal heftig. Wat kun je daarmee? Want dit is natuurlijk wel leuk. Hè? Normaal verdwijnen die papiertjes ergens weg en niemand kijkt er meer naar. Maar dat kun je dus analyseren. Ja, dat kan je analyseren. Nou, deels is het dus terugkoppeling aan leerkrachten en leerlingen. Dus verbetering van het onderwijs. En deels is het dus wetenschappelijk onderzoek, zei ik al. En recentelijk hebben we artikelen gepubliceerd over hoe kinderen leren tellen. Heel bazaal. Onze simpele spelletjes gaan over tellen. En dat zijn wetenschappelijke vraagstellingen over of kinderen de eerste drie getallen eigenlijk direct zien en pas daarna gaan tellen. Dat zijn wetenschappelijke vraagstellingen die we hiermee onderzoeken. Andere zijn van, ja, in welke volgorde leren kinderen nou eigenlijk sommen aan? Dus bijvoorbeeld in het onderwijs is de gewoonte om eerst tot 10 te tellen, op te tellen en dan tot 20 en dan tot 100. En wij zien bijvoorbeeld dat kinderen sommen als 80 plus 20 en 80 plus 10, maar 100 plus 100 allemaal veel makkelijker vinden als sommen als 8 plus 7. Dus dat is wetenschappelijk onderzoek wat direct terugkoppelt naar in welke volgorde kinderen eigenlijk dingen zouden moeten leren. Zie je ook veel verschillen, dat je gewoon bepaalde leerstijlen kan ontdekken bij hun? Wij kijken niet direct, we kijken wel enigszins naar leerstijlen, we zien vooral met name dat de individuele verschillen in het onderwijs heel erg groot zijn. Op de basisschool loopt ongeveer in ons systeem, loopt zeker 20% van de kinderen loopt minstens een jaar voor, of dus ook een jaar achter. En ongeveer 10% van de kinderen loopt zelfs 2 jaar voor in het rekenen. Ja. En dat is natuurlijk ook het grote probleem van het huidige onderwijs, zeker op basisschool, dat je zo'n ontzettend diverse groep voor je neus hebt staan. Ja. En dat je dat op een of andere manier moet bedienen. En daar ligt de grote uitdaging van het ICT wat dat betreft. Ja, want dit heet dan adaptief leren, hè? Dus dan kun je het weer een beetje aanpassen aan de verschillende niveaus van de kinderen, toch? Ja, en dat gaat wel op het onderwerp, hè? Dus dat is wat je hier ziet. Dus in bepaalde onderwerpen is minder goed gescoord.
Maar het gaat ook om leerstijlen. Sommige leerlingen zijn beschouwers, die kijken heel lang naar een leertekst en kunnen dan één keer toepassingsvragen maken. Sommige leerlingen moeten echt zijn de kouwers, die moeten allemaal reproductievraagjes, eerste feitjes en dan pas kunnen ze dat gaan toepassen. Ja. Links is auditief, die wil het zien, links is juist horen. En leerlingen zijn visueel, die willen het juist zien. En daar zijn allemaal verschillen in hoe je het naar je toe wil krijgen en eigenlijk voorgeschoteld krijgt om de optimale oefening te krijgen. Maar als zo'n klas met 32 leerlingen zijn het soms, hè? Ja. Als ze allemaal hun eigen weg gaan, hoe kan een docent er nog een beetje overzicht houden? Gaat hij alleen maar naar het tabelletje zitten staren? Of? Ja, je hebt een hele lesweek eigenlijk en er zitten nog steeds de standaard. Iedere docent heeft zijn eigen manier van lesgeven. Een stukje uitleg, een stukje klassengesprek. Vervolgens gaan leerlingen wat oefeningen maken, ze gaan de theorie bekijken. En pas op een bepaald moment, als dat duidelijk is waar iedereen staat en gaat, dan pas ga je differentiëren. Ja. En de docent heeft altijd inzicht in van hoeveel is er gemaakt, waar zijn de leerlingen mee bezig. En kan eigenlijk heeft meer controle eigenlijk dan dat hij lineair met z'n allen door die vraag heen gaat. Ja. Want dan zit er 10 uit het raam te staren en 10 snappen het niet. Ja, okay. Ja. Ja, daar ben je mee eens? Ja, ik denk het wel. Nou, ik denk zelfs dat het, als het gaat om rekenen en taal in het basisonderwijs, dat je nog wel een stap verder kan gaan. En dat je een hele grote groep leerlingen echt wel los kan laten met behulp van digitale leermiddelen. En dat die eigenlijk vrij zelfstandig met goede oefensystemen en goede online instructiesystemen het rekenen grotendeels zelfstandig kunnen leren beheersen. Nee, en dan kan je het gewoon loslaten. Nee, ik wil even iets checken bij het publiek. Er zitten natuurlijk veel mensen uit het onderwijs, maar ook mensen die er onderzoek naar doen of dat soort dingen. Als u dit nou zo hoort, zo'n persoonlijke leeromgeving waar dingen aangepast worden en zo, denkt u dan van, als je dat doet, dan heeft de leraar meer tijd voor individuele leerlingen om ze te begeleiden en de grote groep gaat gewoon hun eigen weg? Of denkt u B, ze gaan alleen maar naar die schermen zitten kijken, dus er is helemaal geen persoonlijk contact meer. Ze hebben juist minder individueel contact met elkaar. Het kan ook zijn dat u zegt, dat gaat gewoon helemaal niet werken, maar die doen we even niet. Goed, wie is er voor A, dat u zegt van met adaptief leermateriaal heeft de leraar meer tijd voor individuele gesprekken. Wie is daarmee eens? Eens even kijken hoor. Ja, jullie natuurlijk wel, hè? iets meer dan de helft. Nou, de B dan, hè? Door dit soort programma's heb je juist minder tijd voor individuele gesprekken. Wie vindt dat? Oh, bij twee. Nou, dan gaan we straks nog even een biertje drinken bij elkaar. Ja, ik wil op zich wel graag op reageren. Kijk, het is wel zo dat deel van rekenen wat wij doen, is echt het basale rekenen, het automatiseren, een aantal basisconcepten, het hoofdrekenen. Rekenen is veel meer dan dat. Dus ik heb wel de hoop dat kinderen eigenlijk efficiënter via dit soort middelen de basisoperaties kunnen leren. En dat je daarna wel tijd wint voor allerlei leuke, wiskundige rekenopdrachten die het liefst wat mij betreft met de hele klas doet. Ik vat de stoeptegels op school tellen. Al dat soort opdrachten, die moeten vooral, ik hoop eigenlijk tijd te winnen voor dit soort achteropdrachten. Ja. Het rekenonderwijs kan rijker als juist dat basisdeel sneller en effectiever wordt aangeleerd. Okay. Ja, misschien ben ik dan een oude lul hoor, maar ik heb dan soms een idee, als je een kind een computer geeft, dan gaat meteen van alles mis. Weet je, okay, update, of ze gaan toch een route bewandelen die je niet bedacht had. Ja, of ze gaan er gewoon iets heel anders mee doen. Ja. En dat leidt af, weet je wel. En dan zitten ze op een tablet en een een Facebook-likeje komt binnen. En dan schakelen we weer over. En voor het weet zit iedereen gewoon als een haas in de naderende koplamp in het scherm te kijken. Eens kijken, zou ik zeggen. Ja, maar de praktijk is anders. Ja, en het blijft ook, het is niet individueel leren, het is gepersonaliseerd, maar het is in een groep en in een community van een klas, waarin de docent telkens zegt van nu gaan we deze opdrachten doen, deze werkvormen. En uiteindelijk is het niet zo dat een leerling in zijn eentje naar een scherm zit te staren. Ja. Dus het is niet altijd alleen maar naar zijn boek zit te kijken. Nee. Oh ja, je zei in het begin ook van je krijgt vaak ook met z'n tweeën één tablet. Hè? Dus dan kunnen ze samen een beetje erover kletsen wat je... Of is het de invuloefening die we net zagen, moet je wel echt alleen doen? In je eentje, ja. Ja. Dat is wel het idee. Dat zijn groepsopdrachten natuurlijk. Maar in principe werk je vaak in je eentje. Ja, okay. Ja. Goed, tot zover de persoonlijke leeromgeving. Maar achter de schermen kunnen we natuurlijk alles meten, vergelijken en dat soort dingen. Wat doen jullie er allemaal mee? Ja, er zijn op het niveau van de lescontent, dus de lesinhoud, kunnen we heel goed zien van hoe wordt gescoord op bepaalde onderdelen. Dus per vraag eigenlijk, op vraagniveau. Hoe lang doen leerlingen erover? En ook welke route is de meest optimale om de leerdoelen te behalen? Ja. En leerlingen hebben eigen profielen en op basis van de juiste profielen kan je dan eigenlijk steeds beter, het algoritme leert zichzelf. We krijgen ongeveer 100.000 antwoorden per dag binnen. Kunnen heel goed kalibreren naar de optimale route per leerling eigenlijk. Ja.
Maar dat is leuk voor de leerling, maar jullie zijn ook een soort nieuwe uitgever in die zin. Ja. Vroeger dan verkocht je een stapel boeken en dan keek je naar de verkoopcijfers van vorig jaar, wat we komend jaar dan misschien iets meer moeten aanschaffen of niet. Ja. Nu kun je gewoon real-time meekijken wat werkt en niet. Hoe ver gaan jullie daarin? Ja, dat gaat zowel in heel veel samenwerken met leerlingen en docenten in van wat is nou de beste manier, wat mis je nou aan inhoud, maar ook aan gebruiksvriendelijkheid van het hele platform. Maar het is ook op metadata niveau van deze opdrachten zijn dus niet effectief genoeg om de leerlingen te halen, duren te lang, is te verwarrend. Goede leerlingen maken de opdrachten niet goed, dus dan is misschien een ambigu antwoord. Dus op basis van kan je continu kalibreren en eigenlijk steeds meer verfijnen en verbeteren en updaten aan de actualiteit. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook een soort marktonderzoek dus. Ja, dat is het, ja. Want wat is het businessmodel? Je krijgt een licentie voor zo'n gebruiker? Of? Ja, voor het leerplatform en met content betaal je dus voor de content ook. Ja. En werkt dat voor jullie beter dan boeken verkopen? Als je het gewoon puur bedrijfseconomisch bekijkt? Uiteindelijk voor uitgevers op de lange termijn. Sommige uitgevers hebben natuurlijk nu een bestaande markt die ze moeten beschermen. Ja. Maar uiteindelijk is een licentiemodel waarin je zegt, jaarlijks verkoop ik een licentie aan gebruikers die ieder jaar kunnen switchen naar een andere uitgever. Veel beter dan een systeem waarin je boeken in een markt schuift en 6 jaar lang eigenlijk geen inkomsten als uitgever krijgt. Nee. Omdat het via een verhuursysteem door boekhandels wordt verhuurd. Oké. Okay. Ja. Nou, bij jullie werkt het waarschijnlijk voor leswijze ook zo, maar jullie doen nog iets extra's. Jullie psychologische team analyseert. Ja. Het is een beetje proefkonijnen zijn de kinderen dan natuurlijk. Ja. Maar hoe ver gaan jullie daarin? Dat je iets nieuws bedenkt en dat je denkt van nou, dat is even het programmaatje veranderen. Ik noem maar wat. De kleur blauw maakt kinderen rustiger, waardoor ze makkelijker leren dan rood. Ja. Nou, dan gaan we eens even testen. Kun je zo ver gaan? Ja, zo kunnen we gaan. En dat willen we ook doen. Dat zijn we eigenlijk net mee begonnen. Tot nu toe deden we het eigenlijk vooral op basis van de binnenkomende data en gingen we dat achteraf analyseren. Nu gaan we veel meer ook zeggen van, we veranderen bepaalde aspecten van het programma. Bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad. Wat is de ideale moeilijkheidsgraad voor kinderen om adaptief te leren? En dat zetten we dan gewoon random aan voor bepaalde groepen kinderen. Dus een dubbelblind experiment voeren we op die manier uit. Dat doet Google trouwens ook de hele dag met ons. Ja. En op die manier verzamelen we echt evidence-based data over onderwijsmiddelen. En dat is heel moeilijk in de praktijk. En dat kan op deze manier eigenlijk op een hele makkelijke manier. Ja, je meet gedrag, hè? Geen meningen. Gewoon feitelijk gedrag kun je peilen. Ja. En je kan dus voldoen aan alle eisen van echt experimenteel onderzoek, van dubbelblind, gerandomiseerd. Dat zijn dingen die we eigenlijk heel makkelijk zo kunnen uitvoeren. Die normaal in het onderwijsonderzoek heel moeilijk zijn te realiseren. Maar het zijn wel persoonsgegevens en nogal gevoelige persoonsgegevens. Ja. Je zag net gewoon een jongetje die gewoon continu slecht scoort of dingen niet doet. Ja, als je dat ziet als derde, dat mag helemaal niet, toch? Wat wij doen is alles op metaniveau geanonimiseerd. En het gaat om de gemiddelde, het gaat om de metadata. Dus je gaat om heel veel data zeggen, dit is de gemiddelde, dit is de standaarddeviatie. Maar wie daarachter hangt is verder niet. We krijgen duizenden antwoorden op één vraag. Ja. En uiteindelijk is het de docent die als enige inzicht heeft in wat de leerling doet. En dat heeft hij nu ook. Ja. Omdat hij nu in zijn schrift kan kijken of in zijn agenda. Ja. Nee, wij scheiden dat ook heel nadrukkelijk. Dus zodra data wetenschappelijk worden geanalyseerd, dan gaan alle persoonsgegevens eraf. En dat moet je heel duidelijk scheiden. En er zijn allerlei makkelijke manieren om dat ook voor elkaar te krijgen. En, maar goed, elk bedrijf die dit soort dingen doet, moet daar natuurlijk zeer nauwkeurig op letten. Ja. De docent zelf, die vindt het natuurlijk ook wel heel erg interessant. Wat zijn daar een beetje de grenzen? Want je kan bijvoorbeeld zien wanneer iemand zijn huiswerk maakt. Het blijkt een jongetje die zit om 12 uur 's nachts zijn huiswerk nog te doen. Ja. Dat kan een docent zien. Ja. Of mag dat niet? Hij kan zien of leerlingen het overschrijven van elkaar. Want hij ziet opeens dezelfde antwoorden. Je kan bij de tekst... een toets ziet hij als leerlingen naast elkaar zitten en allemaal dezelfde antwoorden hebben gegeven. Ook wat er gebeurd is. Nou, dat mag wel, lijkt me. Ja, en... Maar wat zijn daar de grenzen? Wat mag een docent wel en niet aan data's inzien? Nou, bij ons kunnen ze eigenlijk alleen zien. Ze kunnen wel zien hoeveel een kind bijvoorbeeld deze week heeft gespeeld. Dat soort zaken kunnen ze zien. Ik denk niet dat dat heel bezwaarlijk is. Nee. Inzet is ook belangrijk om te zien opeens als docent, een leerling heeft heel veel gedaan. En dat heeft hiertoe geleid. Ja. En dan gaat het om scores en dat ziet hij nu ook. En nu ziet hij al voordat er een toets plaatsvindt. Vaak is het, als de toets is geweest, is het eigenlijk te laat om nog te zeggen van nu kan ik als docent gaan ingrijpen. Nu ziet hij al tijdens de lesweken dat leerlingen achterblijven. Maar zou je het ook kunnen omkeren? Dat je zegt als je toch real-time alles meet, waarom gaan we dan nog toetsen? Ja. Nou, dat is ook zo. Kijk, met dit soort systemen die wij ontwikkelen, meten we eigenlijk elke dag. En als je elke dag meet, vervalt de noodzaak tot toetsen. Ja. En dat is ook wel een trend die langzaam maar zeker...
de tijd dat de waarde van ons oefensysteem toeneemt, het meetsysteem, vervangt dat op termijn al het toetswerk. Dat is wel een trend. Ja, ja die, dus de analyse die je net ook zag op een van die schermen, een docent heeft bij een rapportvergadering ook echt iets te melden, omdat hij heel veel inzicht heeft, de leerling heeft zoveel gedaan, hij heeft hierop gescoord, hij snapt reproductie wel, maar inzicht niet. Ja. Dus hij kan zijn niveau, ten opzichte van de klas, ten opzichte van landelijk. Dus het helpt de docent ook om de leerling beter te beoordelen. En die ouders die kunnen die data natuurlijk ook inzien. Dus die kunnen precies zien bij ons niet. Nee, dat hebben veel scholen liever niet. Dat zouden we technisch eigenlijk wel kunnen doen. Ja. Het is wel zo dat ook ouders kunnen een abonnement nemen, dan kunnen ze het wel zien. Maar op dit moment houden wij dat gescheiden. Dus leerkrachten kunnen het aan ouders laten zien, maar op dit moment hebben wij dat nog niet gedaan. Ja. Maar dat is wel een beslissing die je zou kunnen nemen. Ja. Ja. Oh, ik zie allemaal vragen in de zaal. Ja, sorry, ik sta zo druk te kletsen. Ja, jij heeft een reactie? Kom wel even naar u toe, hoor. Hoi. Hallo. Ja, ik heb de vraag of de leerlingen weten dat ze zo bekeken worden en gemeten en gecontroleerd, et cetera. Want in feite is het toch een vorm van onderzoek. En onderzoek moeten eigenlijk proefpersonen altijd toestemming voor geven. Dus ik vind het in die zin een beetje discutabel. Maar ik weet niet of daarover nagedacht is. Nee maar van wel. Er is over nagedacht, ja. Nee, wij moeten als universiteit voldoen aan een hele reeks van voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek. En toestemming van gebruikers, ouders, scholen is daarbij een noodzaak. Dus dat doen we ook. Hè. Scholen en ouders geven toestemming voor het gebruik van de wetenschappelijke gegevens. En gebruikers en ouders kunnen ook aangeven dat ze het niet willen hebben. Dus dat kinderen wel gebruik maken kunnen van het systeem, maar dat de data niet gebruikt mogen worden voor verder onderzoek. Er is dus keuze. Maar is dat opt-in of opt-out? Hè? Is dat zo van, we verzamelen het, tenzij u zegt dat het niet mag? Of moet je vooraf toestemming geven van... Nee, je kan, bij het aanschaffen kan je aangeven of je dat wel of niet wil, maar normaal staat het kruisje uit. Oké. Okay. Dus je moet opt-out, zeg maar. Oké, okay. En hoe zit dat bij jullie? Is het opt-out of een opt-in? Nou, we gebruiken het helemaal voor de docent, die data. En de leerlingen weten, en ouders weten dat heel goed, want dat is ook een gedeelte van de meerwaarde. De docent spreekt een leerling direct aan en zegt van, je hebt een flauwekul antwoord gegeven, verbeter het maar even. Ja. Oké. Okay. Nog even over die hype cycle. Hè. Dit is iets dat wordt nu her en der gebruikt. Hè. Je noemde een aantal getallen. Waar zitten we een beetje in deze trend? Is dit iets wat nu echt breed gebruikt wordt? Is dit een toekomstbeeld? Of is dit eigenlijk de eerste tekenen van iets veel groters wat er later aankomt? Nou, ik denk dat het allemaal nog veel groter wordt. Ik denk wel dat we nu met een heel groot aantal bedrijven, scholen, instanties bezig zijn met dit op de kaart te zetten. En dat is een hele brede beweging eigenlijk. En dat gaat heel snel. Maar nou, om een voorbeeld te noemen, op de basisonderwijs gaat het er wel om dat iedereen, dat werd net genoemd als trend 1, iedereen moet wel een eigen apparaat hebben. Nou, dat is in de basisscholen nog lang niet het geval. Op de voortgezet onderwijs zit het veel beter. Ja. Maar ons systeem loopt nu echt tegen de grens aan van punt 1. Er zijn niet genoeg tablets of laptops op scholen. Okay. En daar ligt gewoon een keiharde beperking. Dus ons systeem kan ze pas bewijzen op het moment dat alle basisschoolleerlingen elke dag tot zo'n apparaat tot hun beschikking hebben. Ja, je hebt natuurlijk altijd achterlopers. Ja. Ja. Dus daar hangt er nog een beetje vanaf. Nou, ik vermoed dat straks iedereen een tablet heeft, maar over 10 jaar is het weer iets heel anders. Nee, dan hebben we polsbandjes, Google Class en weet ik wat allemaal. Ja. Maar in ieder geval, Learning Analytics is een blijvertje. Denk het zeker. Lijkt me wel, hè? Goed, nou, hartelijk dank. Koen Strauss. Dank je wel. En Han van der Maas. Dank je wel. Nou, even... Even Twitter checken hoor. Ik sta hier al 40 minuten zonder mijn Twitter te checken. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Doet hij het nog? Hij zal toch wat doen. Ja. Wachtwoord. 54 nieuwe resultaten op de hashtag TT7. En dat is sinds een uurtje geleden. Nou, dat is toch al hartstikke mooi. Even. Oh, het is vooral TikTok zelf dat zit te twitteren. Hey, Nancy, hoi, dankjewel dat je fijn mee twittert. Nou, er zijn ook wat andere mensen. Paul Westenen, Han van der Maas. 20% van de leerlingen loopt een jaar voor met rekenen en 10% zelfs 2 jaar. Dat we maar even weten. Dat heeft hij waarschijnlijk uit dat systeem gehaald. Oh, Olaf van der Groot die retweet dat. Ongeveer 1 miljoen sommen gemaakt in rekentuin. Daarvan ben je bijvoorbeeld hoe kinderen tellen. Nou, leuk. Oh, Michael zelf nog even. Ja, ik kan het niet laten. Soms dan moet je gewoon even je tweetjes checken. Hè. Dan hoor je piep, plap, tip, tip, tip. Maar als ik dan hoor dat al die kinderen op tablets zitten en steeds meer in de cloud en er kan van alles, dan maak ik me toch ook wel eens een beetje zorgen. Hè. Gaat het niet
te ver. Je ziet steeds vaker kinderen die als zombies in die mobiel zitten te staren, want ze hebben nog steeds geen Facebook-like. Moet eraan komen. En dan willen ze op school willen ze juist ook Facebook gaan gebruiken. Er zit ook een donkere kant aan ICT. Nou, en ik vond het ook wel heel leuk van Kennisnet. Ze hadden die vier trends en hadden ze filmpjes voor en dat soort dingen. En dacht ik, mag ik een tegentrendje erin gooien? Nou, en dat is dit. Het is prachtig, al die spullen. We kunnen er zoveel mee, maar het geeft ook de nodige onrust en afleiding, al die social media. Er is ook regelmatig wat over geschreven. De meest berucht is misschien wel Manfred Spitzer, die Duitse psycholoog, die aantoonde wat het doet met je hersenen. Nou, dat was allemaal niet mis te verstaan. Nicholas Carr, ook zo'n boek, The Shallows. Door dat continue klikken word je een beetje oppervlakkig. Je verliest diepgang, de samenhang van kennis raken we kwijt. Nou, hier in Nederland hebben we laatst ook Justine Pardoen met het boek Focus gehad. Die speelde er ook op in, van die onrustige kinderen. Hoe kun je die toch een beetje op die stoel houden dat ze toch hun huiswerk doen? En recentelijk kwam er een boek uit met de naam Social Obesitas. Dat is een mooi term, dus te veel social, daar word je eigenlijk digitaal dik van. Nou, en daar gaan we over praten met een onderzoekster die heel veel jongens en meisjes en ook ouders heeft gesproken daarover. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Maaike Kalis. Maaike, welkom. Oh, je hebt het even meegenomen. Ik zal het even laten zien. Pum, pum, pum. Tot zover de reclameboodschap. Dank je wel. hey, nou, geweldig dat jullie dat onderzoek hebben gedaan. Want het wordt natuurlijk heel vaak in de media wordt er een verhaaltje opgeblazen. Alle kinderen zijn verslaafd. Of dan heeft weer iemand iets op YouTube gezet wat niet de bedoeling was. Nou, bla, bla, bla. Jij hebt heel veel mensen gesproken. En de kern van de zaak, als ik je boek goed begrepen heb, is vooral ook het dwingende karakter van social media. Yeah. Kinderen worden erin gezogen. Hoe werkt dat? Ja, het is eigenlijk vooral het dwingende, het moeten reageren, het alles willen volgen. Alle vrienden doen het zo, het is zo normaal geworden. En jongeren voelen continu druk om het te volgen, bij te houden en ook direct te reageren. Ja. Dat wordt soms dwangmatig. Ja, ik heb het boek samen met Herm Kistjes geschreven. Hij is verslavingsdeskundige. Het is toch moeilijk te zeggen in hoeverre kinderen echt verslaafd zijn. Hè? We zijn ook verslaafd aan spelen. We zijn ook verslaafd aan zuurstof en water. Maar het dwingende karakter, en de reden waarom ik jou heb gevraagd, is dat je zelf in het onderwijs ook hebt gezeten. Ja, precies. Je bent docent geweest? Ja, docent geschiedenis. En hoe lang is dat geleden? Ja, het is wel al een tijdje geleden. Het is al 10 jaar geleden. Nog voor de internet. Oké, maar je kunt het dus wel vergelijken met hoe het toen was en nu. Wat is er echt veranderd in de klas door social media? Nou, het is natuurlijk afleidend. Kijk, iedere school heeft zijn eigen beleid daarover. Sommige scholen die zeggen telefoons gaan in de tas en na 's middags komt het weer terug. Hè, mag je telefoon weer uit je kluis halen. Andere scholen zeggen het mag wel, maar niet in de les. Dus dat wisselt nogal. Ja. Maar jongeren geven zelf aan dat het ze zeer afleidt. Dat ze het natuurlijk leuk vinden. Dat ze het heel lastig vinden. Dat ze, zoals een leerling het zei toen Blackberry nog in was. Ik voel dat lampje branden. Ja. Branden in mijn tas. Want ik moet kijken. Okay, het is een soort fantoom. Ja, dat is toch. Soms vinden ze het zelfs, ze vinden het ook heel fijn. Het is heel dubbel. Hè? Aan de ene kant wil je het ook doen, ook dat kijken. Aan de andere kant realiseren ze zich ook wel dat het afleidt. Ja. Dus soms zijn ze zelfs blij als het niet in de klas mag. Als het gewoon niet, niet mag. En wat zou je dan kunnen zeggen dat school dan misschien juist een plek moet bieden om even niet digitaal bezig te zijn? Ja, kijk, het is rustpunt. Kijk, wat we hier vanavond horen, dat is natuurlijk echt leren met ICT. Dat is denk ik toch echt wat anders dan sociale media. Dat is denk ik toch vooral entertainment. Je kunt het natuurlijk ook voor je PR gebruiken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk Facebook checken, WhatsApp, Twitter. Het is natuurlijk toch vooral met elkaar in contact staan, met elkaar kletsen. En dat is entertainment. En het is de vraag of je dat echt in de klas moet doen. Ja. Nou, het is entertainment, maar het doet ook wel echt iets met onze hersenen. Hè? Hoe zit dat? De afleiding, hè, we denken natuurlijk dat we kunnen multitasken. Dat kunnen we op sommige vlakken ook, maar uit hersenonderzoek is wel gebleken dat qua leren en studeren multitasken gewoon absoluut niet kan. Als jij met een moeilijke taak bezig bent of je bent een tekst aan het schrijven en je laat je afleiden door je telefoon, dat je dan al kijk je maar een minuutje op je telefoon, dan duurt het daarna 3 minuten voordat je echt weer terug bent in die taak. Ja. En daarbij, als je dat eenmaal doet, heb je nog meer zin om
als je denkt, nou, ik heb net even Twitter gekeken, nou, dan kijk ik ook even Facebook, dan kijk ik ook even WhatsApp. Ja, die aandachtspannen dus wordt steeds korter. Precies. En uiteindelijk blijk je ook, als je dus, hebben dat ook met proefpersonen gedaan, mensen die zich, zeg maar, op een moeilijke taak, de ene groep liet zich afleiden en de ander niet. Beide kenden de stof, maar de groep die zich niet had laten afleiden, kon creatievere oplossingen bedenken, stond veel meer boven de stof en had het toch dieper begrepen. Ja. Ja, dus dat is ook maar, kun je natuurlijk, als je lang over je huiswerk wilt doen, dan moet je sociale media daarnaast gebruiken, ja. Denk ik dan. Okay. Want als je dat dan, in termen van trends bekijkt en je spreekt die leerlingen en je hoort een beetje over hoe dat op school gaat, zie je dan dat scholen die voorlopen in allerlei ontwikkelingen gebruiken juist wel veel sociale media in de klas? En de scholen die achterlopen, die willen daar eigenlijk nog niet aan? Of is het juist een tegentrend dat voorlopers inzicht hebben wij moeten juist dat rustpunt bieden en andere leermiddelen aanbieden dan digitaal? Want... Ja, maar ik denk digitaal leermiddelen, zoals ik dat hier van hoor, denk ik van dat lijkt me heel positief juist. Ja. Kijk, zolang je niet denkt, we gooien alle boeken eruit, want lezen vanuit de boeken of lezen vanuit een laptop is gewoon een groot verschil. Ja. En iets intikken of knippen en plakken is ook iets anders dan iets opschrijven. En beide moet je kunnen. Ja, ja. Dus kijk, ik denk sociale media op zich in de klas inzetten. Ik weet zeker dat het inderdaad heel de motivatie bevordert van de leerlingen. Ik denk dat ze het hartstikke leuk vinden. Maar ja, de verleiding is natuurlijk gewoon heel groot. Als jij iets op mag zoeken in de klas, ja, dan ga je er ook even Facebook checken. Dan ga je toch even twitteren en toch, ja. Of even een fotootje van die leraar maken die geen orde kan houden. En dan leuk erop zetten. Ja, ja, weet je, of van die medeleerling die gepest wordt. Ja, gebeurt ook allemaal. Maar je maakt duidelijk het onderscheid van je hebt digitale leermiddelen. Dat vind je helemaal oké. Ja, dat vind ik een verschil. En social media, dat is natuurlijk ook heel mooi, maar daar zit dat dwingende in. Ja. Maar je ziet wel dat bij leermiddelen, daar gaan ze een beetje social media-achtige dingen erin doen. Hè? Dus gamification noemen ze dat. Hè? Dus kun je elkaar punten geven en dat soort dingen. Vind je dat een goede ontwikkeling van vandaar? Dan gebruik je eigenlijk die kracht van sociale media om ze meer aan het leren te krijgen? Of zorgt dat juist voor die... Ja, ik denk dat het misschien heel goed om iemand te motiveren. En daar ben ik er meteen een groot voorstander van. Maar ik denk tegelijkertijd... ik zie bijvoorbeeld, ik heb een dochter, is 8, die zit op pianoles. Dat is gewoon studeren. En dan zie ik dat ze er gewoon... ze vindt het leuk, zolang ze het kan. En dan moet ze iets studeren en dan krijgt ze er een hekel aan. Ja. Dan zie ik haar worstelen. En op het moment dat ze doorgaat, in één keer heeft ze het. Hey, ze is blij. Ja. Leren is gewoon ook doorgaan. En het is niet altijd leuk. Ik bedoel, dat vind ik. Ik krijg dat soms wel een beetje van. Het moet allemaal maar leuk. Mag ook wel eens een keer gewoon hard werken zijn. En dat je daarna een beloning krijgt van wauw. Ik heb er heel veel moeite voor gedaan. En nu heb ik toch ook iets. Verschil tussen korte termijn en lange termijn, ja, denk ik. Precies, dat is een soort korte termijn. Ja. Waarom? Maar onze hersenen zijn ook ingesteld op. Die vinden korte termijn beloningen prettiger dan lange termijn beloningen. Dus wij zijn geneigd om iets, als we het nu kunnen krijgen, om het meteen te pakken. Ja. Zo zijn wij. Ja. En sociale media is natuurlijk een en al gefocust op het nu en het korte termijn en het snel. Ik bedoel, een like krijgen. Ik ben niet tegen sociale media. Ik vind het ook leuk. Als ik iets op Facebook zet en ik krijg allemaal leuke reacties, dat vind ik ook leuk. Ja. En dat voedt je korte termijn beloning. Het is alleen maar heel kort. Ja. We hebben het nu steeds over Facebook, maar wat ik nog het meest opzienbaar vind, dat verandert natuurlijk razendsnel bij die kinderen. Ze zitten nu vooral te WhatsAppen. Ja, en Snapchat en zo. En dat doen we allemaal, want oudere mensen als ik, die denken, dat is gewoon gratis sms. Maar zij doen dat heel erg in groepen. Ja. En nou las ik gemiddeld, versturen ze 68 WhatsAppjes per dag en ontvangen ze er 154, want als je dus groep hebt, dan krijg je meer dan dat je stuurt. Maar en het gaat ook de godganse tijd door. Echt tot 1 uur 's nachts, dan zitten ze... Ja, dat is nog weinig, vind ik dit zelfs. Dus nog 68, want er zijn echt wel uitschieters van 400 WhatsAppjes. Ja. Ja. Kinderen die 400 WhatsApps? Ja, als je een paar groepen hebt, dan loopt het wel op. En je kijkt een uur niet, heb je er alweer 100. Hou je het in godsnaam? Bij. Ja, dat is ook de druk. Ja. Want je wilt natuurlijk, juist als je zo'n puber bent, wat je leeftijdsgenoten vinden en doen, dat wil je toch volgen. Ja. Kijk, jij kan nog denken, ik druk het even weg. Ik lees straks al wat die leuke groep
Hè, of ik sla het over. Maar als je 16 bent of 13, dan vind je het zo belangrijk. Ja. Maar je kan natuurlijk ook omkeren. Hè, dat je tot diep in de nacht bezeten met iets bezig gaat. Dat zullen ze niet zo gauw met een studieboek doen. Nee. Misschien leren ze daar juist ook weer dingen door, vaardigheden die ze in het onderwijs misschien niet leren, waar ze later dan juist heel goed in kunnen worden. Ik zie het meer als vroeger ging je op straat staan hangen, kletsen. Dat doen ze nu ook, alleen nu digitaal. Ja. En dan denk ik wel van, dit is ook belangrijk, want dat zie je ook in het onderwijs, heel veel ruzies. Die worden op Twitter of op WhatsApp dat als dat eenmaal ontvlamt, dat is werkelijk verschrikkelijk wat een taal en wat daar aan ruzies voorbij komt. Ja. En wie zich er allemaal mee bemoeit. Daarvan kun je ook zeggen, als ze dat daar nou online doen, dan doen ze dat op het schoolplein niet. Dat gaat door op het schoolplein. Ja, dat hangt wel samen. Jazeker. Ja, mensen die gepest worden, worden digitaal gepest, maar ook real life gepest. Dat is... Hangt met elkaar samen. Ja, dat hangt met elkaar samen, ja. Okay. En wat ik maar wil zeggen is dat je een ruzie... moet je natuurlijk face-to-face uitspreken. Dat moet je niet op WhatsApp en weet ik veel gaan proberen. Want de misverstanden zijn natuurlijk enorm. Ja. Je hebt zoveel non-verbale uitingen die je mist als je alleen alles intypt in berichtjes. Ja, dus we raken toch een beetje een persoonlijk gesprek kwijt. Ja, al die dingen zo. Dat hoeft niet, maar dat kan. Ja. Okay. Nou, nogmaals, de grote groep is het hartstikke mooi. We kunnen er heel veel dingen doen, maar we krijgen toch nu een soort... tegenbewegingen van het leidt af, het dwingt, soms verslavend, soms pesten, identiteitsdiefstal, privacygedoe. Er zit ook een donkere kant aan. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 5 jaar? Want we hebben van technologietrends de komende 5 jaar. Als je die jongeren nu spreekt, denk je dat in de komende 5 jaar wordt het alleen maar meer? En dan komt er weer een andere applicatie en dan zijn ze niet 600 keer, maar 1000 keer per dag met iets aan het doen? Of komt er een soort van tegenbeweging op gang van kinderen die het juist... of adolescenten die het juist cool vinden om gewoon niet met social media bezig te zijn. Dat denk ik dat ook gebeurt. Maar ik denk dat het ook in eerste instantie nog wel toeneemt. Maar dat misschien op een gegeven moment ook als je misschien ook wat ouder wordt. Dus denk ik ook wel, als je gaat studeren, dat je op een gegeven moment wat kan relativeren. Tenminste, mag ik hopen dat het niet meer zo dwangmatig wordt. Ja. En ik denk dat er misschien ook weer iets, een tegenbeweging, want je maakt ook uiteindelijk niks. Nee. Je zit leuke, hapsnap dingen van jezelf... fotootjes, gezellig, maar wat heb je nou gecreëerd? Je hebt niet de schilderij gemaakt of je hebt, die hang daarna ook wel, groter zal worden, echte denk dingen ik. Maken. Ja, ja. En hebben we de maker movement natuurlijk, hè? De maker movement, kun je gewoon echt iets met je handen doen. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog over hebben. Jullie schetsen niet alleen de problemen, jullie geven ook oplossingen. De toolkit Social Obesitas, de toolkit. Wat zit er allemaal in de toolkit? Toolkit kan je, daar zitten een aantal oefeningen in en dan kan je van jezelf zien hoeveel je sociale media gebruikt en waarom je dat doet. Kijk, zoals we net al zeiden, het is natuurlijk leuk als iemand positief reageert op wat jij op sociale media zet, maar stel dat je bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld hebt, dan kan het zijn dat jij afhankelijk wordt van al die reacties op Facebook. We hebben ook echt kinderen gesproken die continu dwangmatig op Facebook Instagram allerlei dingen zetten om iedere keer maar bevestiging te krijgen. Zelfs een meisje die wachtte met een bepaald tijdstip, die had dan een leuk filmpje, maar dan dacht ze, als ik nou nog even wacht tot 8 uur, is iedereen klaar met eten en heeft iedereen zijn computer weer aan, dan krijg ik meer likes. Ja, dat doen wij ook hoor. Ja. Ja. Ik denk, gaan om 8 uur zitten, want anders gaan de mensen met een bord op schoot en let het niet op. Ja. Mensen thuis, hè? Nou ja, goed, en u ook natuurlijk. Ja. Ja, misschien worden we ook allemaal wel een beetje onze eigen presentator en media manager, toch? Ja, precies. Dat is natuurlijk ook leuk, zeker. Maar als je het gebruikt, als je het gewoon vanuit leuk gebruikt, is er ook niks aan de hand. Je hebt alleen wel, je kunt het ook gaan gebruiken als een soort, omdat je geen vrienden hebt, of omdat je denkt, ik heb zo weinig zelf, dus ik zet er maar wat op. Ook het schijnt dat mensen met een narcistische persoonlijkheid, dus heel erg overtuigd zijn van zichzelf, die dat ook een extra risico lopen, omdat zij iedere keer bevestigd worden in hun fantastischheid als ze dat wat op sociale media of bevestigd willen worden en als het niet gebeurt. Ja, dan ook gefrustreerd zijn. Ja. Ja. En dan maar weer iets nieuws bedenken om toch maar die bevestiging te krijgen. Oké. Nou, of het meer wordt of minder, dat zullen we zien. In ieder geval in de tussentijd kunnen we jouw boek lezen om te kijken hoe erg het is en wat we eraan kunnen doen. Sociale media van vertier tot verslaving. Hartelijk dank. Maaike Kalis. Jo, oké. Goed,
Ja, zo klinkt het een beetje zo van ICT is een beetje bar en boos en we zitten de hele tijd achter de schermen. Hè? Is fysiek ook niet zo goed? En dan word je een beetje stijfjes van. Leren doe je eigenlijk ook met je hele life. We hebben de maker movement, maar ook embodied learning. We hebben straks na de pauze een performance van. En in de tussentijd gaan we natuurlijk nog even lekker twitteren, facebooken en weet ik wat allemaal. U kunt het allemaal kwijt op de hashtag TT7, TikTok aflevering 7, of @TikTokNL. En dan hebben we nu even pauze. En dan hoop ik u straks over 10 minuutjes weer terug te zien. Tot zo!